Nog vuurwerk erbij ook. De supporters van Twente steunen hiermee de vrouwen die een reuze stap kunnen zetten op weg naar de titel. Van Es. Wel is niet heel lekker, toch? Nee, Van Domselaar kan dat maar half herstellen. Leverissa heeft nu aansluiting. Legt hem klaar. Schot is dan niet goed. Oh, valt er overheen. Het schot is lekker. Oh, schitterende redding van Van Domselaar op het schot van Van der Gracht. En hoe vrij stond Van der Gracht daar? Kijk nou. Ja, prachtige redding hoor. Dat is een goede versnelling. Stolze moet er met de voorzet komen. Die is daar, daar is Jansen en daar is het doelpunt. 1-0 voor Twente. Diekman eigenlijk aan de basis van de treffen. Zij daar precies waar het moest. Bal wordt weggekopt, opgevangen door Renate Jansen. Dan wordt er wel wat geclaimd, geschoten en geblokt. Renate Jansen denkt aan een strafschop. Maar dat je zo op de grond ligt en valt, is dat ook geen penalty. Prima gezien. Diekman, Kasparij. Fijne driehoek daar bij Twente. Uiteindelijk komt Diekman er nog langs ook met een beetje geluk. Kalma met het schot. Dat is uiteraard geen probleem voor Dinkla. Och, lekker neergelegd door Kalma. Geweldige bal. En dat is niks. De bal voldoende gespeeld, zo zegt Hardeman. Tot de verbijstering van Twente. Is het een overtreding? Nee, tik de bal weg. Is goed gezien. De uitschuifbenen van de Sanders. Geen strafschop. Vonkova. Ja, en een alles of niets versie zal er ook wel aankomen. Schenkel kennende. Van de Gracht voorin zou ook nog kunnen. Maar voorlopig is Renate Jansen weg. En Renate Jansen legt hem breed. En dat gaat weer net goed. Daar waar de 1-0 nog wat tegen de verhouding in was. En qua kansen ook afvroeg hoe het allemaal precies kon. Is in de tweede helft de ploeg met veruit de beste kans toch Twente. Belova. Spitsen. Twente weet dat bij deze stand Ajax uitgeschakeld is voor de titel. Dan zijn ze één concurrent kwijt. Voorzet wat laag. Schietkans. Bal valt goed. Geen buitenspel, maar dan weer geblokt. Dit zijn toch kansen voor Ajax. Wat een inzet. Echt onvoorstelbaar. Jansen loopt tegen Van Diemen op. Vervolgens gooit Diekman zich er nog maar eens voor. Is dat een overtreding die rood waard is van Van Diemen? Is de frustratie daar te groot? En gaat ze veel te hard van achteren door? Renate Jansen natuurlijk geen buitenspel. Voor het doel is Bente Jansen. Die vraagt om de bal. Die krijgt de bal en die scoort niet. Er is afgelopen en Twente wint met 1-0 van Ajax. Twente blijft koploper. En Ajax is definitief uitgeschakeld voor de titel.